Zo gaat het in het echte leven. Nee. Zo vet! Tik hem aan. Hij is zo veel leuker. Hallo! Oh ja. Dat komt doordat mijn lens niet meer helemaal goed open gaat. Ja, mijn camera is alweer aan vervanging toe. Nummer 3 heb ik eigenlijk alweer nodig. Hallo! Goedemorgen! Happy Friday! Yay! Yay, yay, yay! Word ik scherp! Even mijn schoenen aandoen. Hey, daar zijn wij! Hallo, goedemorgen. Het is vrijdag. En ik begin de dag met naar de supermarkt gaan om 8 uur 's ochtends. Dat doen wij gewoon even voor een lekker ontbijtje. Want Yola is vandaag vrij. Trouwens, weet je wat ik vannacht heb gedroomd? Something bizarre. Ik had een auto-ongeluk met deze auto. Waarschijnlijk speelt het nogal in mijn hoofd omdat ik van plan ben om deze auto te gaan verkopen. Maar dat is voor iets voor begin januari. Had eens gedroomd dat ik een ongeluk had gehad. Ook wanneer ik, ja, ik weet niet, ergens van een feest vandaan kwam. Volgens mij Mysteryland ook of zo, een festival. En ik reed en ik pakte een vangrail. En het was echt een bizar, bizar ongeluk. Maar blijkbaar kon ik gewoon nog uitstappen. Alleen wat wel heel erg jammer was, was dat de auto zo erg in de prak zat. Echt zo erg. Ja, mijn dromen die gaan echt beyond. Dat ik mijn auto zeg maar in zo'n pakketje zo klein onder mijn arm kon pakken. En zo de snelweg af kon lopen. Ja, wat is dat? Iets wat wij hebben gekregen van Living Stickers. Kijk maar. Dat is echt heel leuk, hè? Oh, zo leuk! Kijk, Jax! Dat is je naam! Dat is je naam! Oh, superleuk! Wauw, wat mooie... Wow! Wow! Wat een mooie bank! Oh, wat leuk! Zo gaat het in het echte leven. Ja. Bah, hey. Hey. Nou, mijn shirt zie je in het feest wel. Ja. Als ik moest kiezen, kies ik de zwarte pit of zo. Nou. Best een geluidje uit. Maar dat doen we maar niet. Nee, maar het kan wel hard, zeg. Mama, dus kan ik wel oefenen met zingen onder de douche. Ja, je kan hem gewoon onder de douche meenemen. Vet chill. Deze Moeke loopt er al de hele dag zo een beetje bij te sloeberen. Omdat ik eigenlijk de hele dag alleen maar een beetje heb opgeruimd, schoongemaakt in huis. Eén vlog geëdit. Kindjes gehad de hele dag. Dus dat was het een beetje. En dan gaan we straks lekker eten en Expeditie Robinson kijken. Wat hebben we gemist gisteren? We weten nog niet wie de winnaar is. Het is de nee, finale. Nee, niet zeggen. Oh nee, hey, want deze ik weet het ook niet. Later. Ik weet het ook niet. We hebben een winactie, jongens. 100 euro gaan we weggeven. Even snel. Shoptegoed van de Weekamp. Ik vind dat we ze wel allemaal moeten lezen, hoor. 1, 2, deze. Wat? Zitten ze twee in? Zitten ze twee in? Overnieuw, Bart. Oh, kijk het. Ja, swipen. Here we go. En de winnaar is XX Joanne. Ah. Nou, dat is dus super goeie. Ik zou het superleuk vinden om te winnen voor mijn oma. Ze heeft vorige week een zware operatie en een halfdeskliniek gehad. Anders kan ik wat. Nou, daar hebben we de winnaar. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd! Hij heeft gewonnen! Oh, zo vet! Tik
kom aan. Heel goed voor zich gehouden net, hoor. En dan heeft hij zelfs overleefd met vet wijn. Een van de oudste mensen. Ja. Een van de oudste kandidaten. Dat wil je echt niet zien aankomen. Nee, hè? Het is zaterdag en ik moet vliegen, zoals je ziet, vandaag. Ik heb een hele lange dag voor de boeg. Want ik ga vliegen na Marsalam in Egypte. Dus dat wordt echt een lange, lange, lange dag. En het is al wat later, dus ik ben op zoek naar een parkeerplek. En dat is eigenlijk wat later op de dag heel erg lastig. Omdat het dan gewoon al rete vol staat met auto's. Super gek eigenlijk om rond deze tijd weg te gaan. Dat heb ik niet vaak en zeker niet op zaterdag. Daarom dat ik ook nu pas vlog. Het was een beetje hectisch thuis. Want ik ging gewoon even lekker gezellig ontbijten. Maar ja, voordat je het weet ben je gewoon weer heel veel bezig met de kinderen. Vooral met Jax die in bed doen, hapjes geven. Toch nog even wat aandacht geven omdat ik de rest van de dag weg ben. Dus ja, daarom nu een start van de dag. Ik heb er zin in. We gaan lekker lang vliegen, dus wie weet dat ik wat meer kan vloggen dan normaal. Let's go! Koud. Deze meegenomen, rood, cakejes, kaas en ga ik dit er nog even op doen en dan ga ik het straks in de oven doen. Tada. Dat zal druk worden met de service. 20% korting vanwege kerst. Ah. Dus normaal gezien zou ik echt wel gezonder eten gaan fixen, maar daar had ik nu echt even geen tijd voor. En het boeit ook niet zo, want ja, hoe vaak vlieg ik nou echt serieus in de avond met rond etenstijd? Niet vaak, eigenlijk bijna nooit. Oké, en we hebben ook nog lekkere pepernootjes gekregen van de co-piloot. Maakt, want het zat bij mij gewoon echt voor geen meter. Het is jullie vast wel eens opgevallen. Je doet hem om? Ja, ik doe hem om. Zo, oké. Okay. En dan ga je bovenlangs, dus die gaat over. En dan weer die overheen? Nee, deze gaat hier. Onder, ja. Ja, en dan trek je hem even gelijk. Ja. En dan ga je met deze losmaken. Oh, dit voelt vet onnatuurlijk via die kant. En dan zie je er overheen en dan ga je er onderdoor. Hoe ga ik? Zo. Ja, ja. Oh, hoe ga ik dat volgende keer doen dan? En dan nog iets verder, zeg maar, dat ik nu is het kort verschonen, maar niet. Hij is zo veel leuker. Ja.
leuk. Dus dat maar gewoon, ik kan het wel zo uit mijn hoofd doen. Hij zit zo. Ja. Oké, wacht. Je laat me even goed zien. Hij zit zo. Ja. Zo. Zo. Hier overheen. Overheen. Zo. Zo. En dan trek je hem weer. Oh ja. Ja, ik zie het. Oké. Een beetje glijzen. En anders kan ik dit filmpje nog terugzien. Ja. Schokken. Oekraïne. Oekraïne? Ja. Oké. Oh, zo jammer dat hier niet mag blijven. Het is zo lekker. Heerlijk. Veiligheidscheck is weer gedaan en we gaan weer instappen. Back to Holland. En nu 6 uur vliegen. Oh nee, dat zouden we niet zeggen. 5 uur. Wat was het ook weer? 5 uur 37 vliegen. Dat is best lang hoor, als je al heen bent gegaan. Maar heen hadden we dus wind mee, dus dat was maar 4 uurtjes. Maar... Nou, ik ben er weer klaar voor hoor, met mijn kerstlampjes. Tada! Redelijk vollig weer. Ja jongens, het zit er alweer bijna op. De vlucht van bijna 6 uur. We hebben ook niet zoveel meer kunnen doen, of gedaan eigenlijk. Wel nog heel veel verkocht, heen en weer gelopen. Maar ja, dan op een gegeven moment wordt het donker, dan gaan de lichten uit. Dan hebben we alleen nog die lichten. En dan gaan de mensen allemaal een beetje slapen. Dus dan laten we ze met rust en dan gaan we zelf maar even lekker een boekje lezen. Zo gaat dat. De tijd een beetje uitzitten eigenlijk. Het gaat best snel. Het is super chill. Het zijn echt hele lieve, gezellige mensen vandaag. Dus ja. En die tijden vind ik ook best wel oké. Dus ik zou best wel vaker deze vlucht willen doen. Prima. Ik ben wel een beetje afgeschreven trouwens. Qua styling dan. Verlaten Schiphol. Nou, daar staan we dan na een werkdag van 13 uur. Er komt alleen geen bus. Dat is een beetje jammer, hè? Op de heenreis kon ik mijn auto nergens parkeren, want het was zo vol. En nu is het helemaal leeg. Voordeel is wel dat ik heel makkelijk nu mijn auto kan vinden. Ik zie hem hier al staan. Normaal is dat een heel zoekwerkje, af en toe. Het was een heerlijke dag. Ik ben voldaan. Ik ga wel de komende week even niet vliegen. Het is echt serieus driving home for Christmas tijd. Ik ga lekker genieten van mijn gezinnetje en de kerstdagen. En gewoon even tot mezelf komen voor de nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe 2019. Nou ja, misschien dat ik voor die tijd nog wel 1 keer ga vliegen, maar ik weet het nog niet helemaal zeker precies hoe, wat, wie, waar, wanneer. En nu naar huis met deze bolide. Ik doe deze rap voor jullie en ik. Oh. Goedemorgen! Okay, even mijn zondag look laten zien. Jawel! Ik heb een heel leuk tasje. Het is een rugtasje. We gaan dit maken. Super lekker en gezond. Nee, dat gaan we nog lang niet maken. Let op! Tien. Ja, hij is als rugzak normaal. Dan kun je dit eraf halen. K.O. Today is all about kapot zijn van gisteren. Jongens, ik was gisteren om 2 uur thuis en om 3 uur sliep ik. En toen moest ik natuurlijk wel weer op tijd uit voor Jax. En nu ben ik de hele dag gewoon echt zo. Dus vandaar niet zoveel vlog. Hey.
Hey, knoeien. En Bart is ook chillende de hele dag. Ja, een beetje het werk. Aan het werk. Gezellig, hè, gewoon. Nou, je zit er toch gezellig bij. Dat watjes. Af en toe kijk ik even. Oh, Jalle is super grappig. Echt super grappig. Jalle vindt zichzelf echt, super grappig. Die heeft de laatste tijd echt heel veel gevoel. Wow, echt heel veel. Ja, goed zo. Zo, jawel, ik zit weer achter die computer. Ik was een heel even iets aan het afronden. Klaar mee, kindjes in bed gelegd. Dus het is stil achter deze twee deuren. Deur Jola, deur Jax. En Bart is hier alweer aan het werk. Zo gaat het de hele dag door. Ja. Het ziet eruit als een hele relaxte chill dag in deze outfit. Maar tussendoor. Het is niet echt werk. Ik ben een rekening aan het maken voor de verkoop van mijn auto. Iedereen aandacht geven vandaag. Behalve nu jou. Mij, ja. Nu moet je mij aandacht geven. Inderdaad. Ja, ja. Dus. Ja. Bye. Gebeuren. Jullie. Allen, mensen, dit is Bart. Hij is er ook nog, ook als je niet meer met bal en alles. Die kop van jou ook erbij. Waar is die bal? Wal? Walhalla. Walhalla. Doei, niet vergeten te abonneren, schat. Bye.